Hoi. Ik had het in mijn vorig filmpje heb ik het gehad over dus wat EDS eigenlijk is. En nu zou ik het vooral hebben over wat EDS eigenlijk doet, vooral psychisch. EDS is een onzichtbare ziekte. Je kunt niet zien dat ik ziek ben. Ik krijg ook heel vaak te horen van Alize, ben je ziek? Je ziet er toch goed uit? En inderdaad, je zult het niet zien, maar het is een ernstige ziekte die dus gepaard gaat met heel veel pijn, chronische pijn, die ik al jaren heb. Ja, nu eigenlijk 2,5 jaar denk ik ongeveer, dat het niet meer is weg geweest. Ik krijg heel vaak te horen van mensen met EDS of CVS of fibromyalgie. Het grootste probleem is het onbegrip. Mensen die zeggen dat we lui zijn of profiteurs, terwijl dat we meer moeite doen dan de gewone mens. Voor mij persoonlijk is uit bed geraken al een taak. Omdat vanaf het moment dat ik wakker word, heb ik pijn. Ik heb ook pijn terwijl ik slaap natuurlijk. Ik ervaar ook die pijn als ik slaap. Maar vanaf dat ik wakker word, is elke dag is een strijd. Is een strijd om de dag door te komen. Om mijn taken te verdelen die ik zeker moet doen. Om lijstjes te maken van dingen die dat ik nog moet doen. Want ik heb een heel beperkte energie. Ik slaap 3, 4 uur per nacht. Zoals nu, het is 2:15 s'nachts en ik kan niet slapen. Door eigenlijk ondraaglijke pijn. Dus op dit moment is het ondraaglijke pijn. Gewoon de druk van het laken en van de computer op mijn lijf is bijna ondraaglijk. Ik heb nog net haar, ik kwam net uit de douche. Omdat warm water verbetert. Warmte doet wel iets voor mij. Dus doordat ik al jaren slecht en weinig slaap, heb ik een heel beperkt energie. Een heel beperkt hoeveelheid energie. En moet ik persoonlijk ook echt kijken van wat moet ik doen vandaag? En als ik dat doe, wat kan ik nog doen? Vooraleer dat mijn ziekte echt tot uiting kwam, was ik heel sportief. Ik zeilde. Ik sportte, ik fietste, ik was heel sportief. En door mijn ziekte heb ik alles moeten opgeven. Ik heb een lange tijd nog geprobeerd om die dingen vol te houden, maar het gaat gewoon niet. Op dit moment is mijn EDS zo verergerd dat ik uit bed bijna moet rollen. Gewoon omdat het pijn doet. Mijn voeten zijn ingezakt. Zo de spieren en pezen die je hiel houden zijn verzwakt, denk ik. Met als gevolg dat ik daar gewoon dat ik amper een hiel heb. Of toch geen stevige hiel, alleszins. Het bot aan je boog, aan je boog van je voet, bij mij is die volledig doorgezakt. Dus als ik wandel, zit ik op dat bot te stappen. Dus dat is ook heel pijnlijk. En al die dingen maken eigenlijk alles heel moeilijk. Ook als ik zeilde, mijn beide schouders gingen uit de kom. Of mijn polsen, mijn vingers, ellebogen verschoven. Heupen, mijn rug blijven steken. Ik speelde ook viool. Waarmee dat ik ben gestopt. Met mijn vingers gewoon uit de kom schoten terwijl ik speelde. Dus niet zo aangenaam. En elke dag is een opdracht. Gewoon kleine dingen doen. De afwas. Dat is heel moeilijk omdat je het vaatwasser inladen is van iets hoog bukken, dat erin steken en terug recht raken. En dat is voor mij een hele moeilijke beweging om te buigen. Als ik recht kom, schiet er iets in mijn rug vaak. Met als gevolg dat ik na een paar borden gewoon moet stoppen. Andere dingen. Het bed opdekken. Dan moet je terug buigen.
En dan gaat mijn rug heel moeilijk. Was opplooien, die beweging van knuffelen eigenlijk, is heel zeer belastend voor mijn schouders. Soms schieten die eruit als ik iemand probeer een knuffel te geven. Dus het is echt, het is niet simpel. Het is helemaal niet simpel. En het is ernstig. En het is een hele aanpassing. Natuurlijk. En het is moeilijk, mensen. Ik had vanaf dat ik te horen kreeg dat ik EDS had, had ik het idee gekregen dat ik ermee zou kunnen leren leven. Omdat ik eindelijk wist dat er iets mis was. Ik wist eindelijk dat ik een probleem had. Dat het niet in mijn hoofd zat, gelijk elke dokter dacht. Maar dat ik ziek was. En ik dacht, yes, iemand gelooft mij. Mensen geloven me. Niet meer te zeggen van, ach, dat kind zit allemaal in haar hoofd. Nee, mensen geloofden me. En dat was zo'n opluchting. En daarna begon ik pas te denken van, maar er is geen oplossing. Voor EDS is er geen oplossing. En wat nu? Ik heb alles geprobeerd. Ik heb fysiotherapie. Ik heb speciale bedden. Ik heb van die kussens om je lichaam in een bepaalde vorm te leggen. Ik heb acupunctuur geprobeerd. Ik heb pijnkliniek, dus allerlei medicijnen, pijnstillers. Behalve zware opiaten helpt er niks bij mij. Dus het is werken. En dat zal altijd zo blijven. Ik denk niet dat er echt een punt komt waarom dat je kunt zeggen van... Maar ik hoop dat ik ooit op dat punt toch geraak. En ja, dat was het.